met parlementariër Ivanildo Plein spraken wij over de wet op hazardspelen en de overige ondersteunende wetten. Ook Plein is er voorstander van dat er heel gauw regulering moet plaatsvinden voor wat betreft de verschillende gokhuizen, de casino's, maar ook de online spelen. Want wij kunnen als samenleving geen wildgroei verder toelaten en ook niet een samenleving dat steeds gokverslaafd raakt. U hoort parlementariër Ivanildo Plein. Eigenlijk een wet die ze, nou een wet, samen moest de tap onder een boombeekje vergrootglas. Omdat de wet over de wetten die ze kan spelen, loterijen enzovoort, hazard spelen, dat eigenlijk ego een beetje belangen. En eigenlijk moet het land goed munt daaruit halen. In bekijk wet de wetten die ze voor lok toe naar onder. Samen bedoel naar lok toe naar onder. Lok toe naar de grote belangen. De mensen op de. En zijpsa, onderste laag, een samenleving. Uiteindelijk de maar een harmoniepoer uit de samenleving. Doordat een samenleving het doet mee aan verschillende gokactiviteiten. Zij je kiezen dat een money ik moppen uit een samenleving. En een samenleving is going one dip, want dit is mijn baby in de takje. Tenen go de go play naar een bettingkantoor bijvoorbeeld. Dan go win one sunny. Maar if je met een berekening takje, waarom heeft men deze huizen opgezet? Er is winst binnen te halen. Meer dan een wakaf zo. Je begrijpt? If money naar de poer uit is, dan zeiden ik me op de bettingkantoor, zeiden me op de casino. Je begrijpt? Dus ten is mij pri dat ik wakker naar hoop dat inderdaad de win one sunny. Maar niet wetende dat hij de 500 smago pri, dan kan de 150 of 130 nummer winnen. Maar als je bent berekening dat 500 smago pri, dat allemaal pot 100 SRD, dat om in eikon. 500 maal 100 is 50.000. Dat uiteindelijk wordt er uitgekeerd een bedrag van misschien een 5.000 of een 10.000 aan 10 mensen. Dan begrijpt u dat er een winst gemaakt is van tussen de 40.000 naar boven. Dat betekent dat dat een andere bestemming heeft. 500 mensen, maar van 500 gezinnen, hebben meegedaan aan zo'n activiteit. En 10, 20 hebben gewonnen. Hoeveel mensen hebben eigenlijk verlies geleden? Hoeveel mensen zijn armer geworden? Dit verdient ordening. Het verdient ordening. En wat moeten we dan verstaan? Hoe moet het geordend worden? Ik heb gemerkt dat dat van de bettingkantoortjes heel veel in de verschillende buurten als paddenstoelen verrezen uit de grond. En dat kan niet. Want uiteindelijk zie je wat er dan gebeurt met die samenleving. Wat moet men gaan doen? Men moet gaan ordenen. Als het één is in een buurt, als het twee, is het al voldoende. Maar op dit moment zijn er veel te veel van dat soort kantoortjes. Gelooft u mij, het Suriname gaat vreselijk achteruit wat dit stukje betreft. Maar dat zijn de kantoortjes, hoe pak je die online aan? Ook daar moet een regulering komen door middel van wetgeving. Ja, door middel van wetgeving. Daar moeten we over gaan discussiëren. Want het kan ook niet zo zijn dat op een gegeven ogenblik je dan die bettingkantoortjes gaat aanpakken. Maar online betting die gaat dus dan onverkort door. Het is bijna erger dan dat van die bettingkantoortjes, want daar moet je nog naartoe lopen. Maar in die online, daar zit je gewoon thuis. Weet je hoeveel beltegoed je daar moet gaan zetten om te gaan spelen? Dus inderdaad heb je weer een ander facet waarbij je dus zoveel mogelijk internet gaat moeten hebben om dan te spelen. Ja, als je het niet op je telefoon, dan moet je het maar doen met je internet thuis. Maar hoe je het draait of hoe je het keert, ik denk niet dat dat Suriname goed doet. Dus ik denk en ik roep op dat men moet gaan ordenen middels wetgeving en middels beleid. Want je moet eerst wetgeving hebben en dan zal beleid daarop losgelaten worden. We hebben ook gesproken met de kantoorhouders, ja, de eigenaren van de kantoren. Mm. En zij zeggen, maar wordt er ook naar ons geluisterd? Want jullie proberen ons broodeloos te maken, maar niet alleen ons, maar hoe zit het met ons personeel? Daar moet ook rekening mee houden. Daarom heb ik gezegd, ik zeg niet dat ze helemaal gesloten moeten worden, maar je moet op een of andere manier gaan reguleren.
Ja, en ik neem aan dat bij de wet, de voorbereiding van de wet, men elders dan die groepen, die stakeholders heeft uitgenodigd. En dat is ook gezegd geworden. Dus het is belangrijk dat men inderdaad ook luistert naar die groep. Want je wilt ook niet een situatie hebben maar, dat mensen zodanig broederloos gemaakt worden, dat ze werkloos worden dus. En dat op een gegeven ogenblik je een ander probleem creëert. Dat moet het ook niet worden. Maar, nogmaals, ik denk dat je moet gaan wikken en wegen en zeggen van, wat weegt zwaarder? Dat op een gegeven ogenblik 500 mensen heel zwaar achteruit gaan versus een 100 mensen of een 50 mensen die wel in het, als personeel dienen voor de kantoortjes. Je zal moeten kijken, je zal moeten wikken en wegen. Maar gewoon zo laten, ik weet niet als dat zo door moet gaan. En op een gegeven ogenblik, geloof me, wordt het een gebed zonder eind. Want als je nu oppast, heb je straks veel meer bettingkantoortjes dan overheidskantoren. Ja, begrijpt u? En dat willen we niet hebben. Dus ergens moet er een regulering komen. Waar men zegt van het wordt geminimaliseerd. Je kan de pret niet weghalen van die samenleving. Je zal daar rekening mee moeten houden. Maar de richting waar we nu op gaan is niet goed. Maar is het niet een situatie, heer Plein, van achterste naar voren. We hebben eerst die wildgroei laten creëren. Ja. En nu rennen we om het aan te pakken. Dus inderdaad heeft u gelijk. Maar ik moet zeggen dat die wet in behandeling niet vandaag op tafel gelegd is. Het is al, dacht ik, 4-5 maanden terug was het al op de agenda. En daar is er ook al opgeroepen om te gaan reguleren. Maar u begreep zeg van, wat is er tussen die 4-5 maanden gebeurd? Ja, en daar zou eigenlijk vanuit de regering al ergens aantekeningen geplaatst moeten worden. Want uiteindelijk, wie geeft de vergunningen? Zijn ze vergunningsplichtige organisatiebedrijven of kantoortjes? Wie geeft de vergunningen? Ja, daar moeten we ook over gaan praten. En dan zeg ik van, waarschijnlijk moet je ook gaan kijken naar de openingstijden. Ja, is het niet belangrijk dat je zegt van, je gaat daaraan gaan werken, zodat je rekening houdt dat ook het niet een free-for-all is. Moet je niet gaan werken aan een systeem waarbij je zegt van, je koppelt ook een leeftijd aan. Dat zijn allemaal zaken waarover we moeten gaan discussiëren, waarover we moeten gaan praten om ervoor te zorgen dat Suriname niet een land wordt waar er zoveel gokhuizen zijn en op een gegeven ogenblik Surinamers totaal gokverslaafd zijn geworden. Maar het parlement, en dat is wat die samenleving dan, daar zijn die dingen, heer Plein, wat die samenleving dan aangeeft. Want die landelijke evenredigheid, die heeft er enkele weken gekost om hem op de agenda te krijgen. Ja. Dus wanneer men dingen als nationaal belang ziet, krijgt men hem heel snel op de agenda. Ja. Dit is dan niet zo belangrijk voor die samenleving geweest? Nee. Het was al op de agenda. Dus ik moet zeggen dat zegt u zelf 4-5 maanden. Ja. Nee, het is in principe moet men begrijpen dat er heel veel wetten op tafel worden gelegd. En al die wetten moeten aandacht krijgen, want Suriname moet inderdaad niet op een blacklist geplaatst worden. Begrijpt u, op basis van het feit dat het parlement niet heeft voldaan aan een aantal wetten die aangenomen moeten worden. Dus je zal daar rekening mee moeten houden. Ik ben het wel eens, ik ben het niet helemaal eens wanneer gezegd wordt van wetten zijn er, maar bepaalde wetten krijgen voorkeur. Die soms onbelangrijk zijn. Alle wetten zijn belangrijk, maar sommige zijn toch wel urgenter of zijn dringender nodig. En daar moet je inderdaad rekening mee houden. Kijk niet naar dat van de wet van die kiesregeling. In principe zou dat al lang afgehandeld moeten worden. Het heeft me toch wel enigszins gestoord, omdat ik vond van die wet moest met voorkeur behandeld worden. Want hoe langer je blijft om het aan te nemen, hoe korter de tijd wordt om bij wijze van spreken de verkiezingen te organiseren. De verkiezingskalender komt in problemen. Ook de politieke partijen die propaganda moeten maken, die activiteiten moeten in elkaar moeten zetten, gericht op de verkiezingen. Dus inderdaad is het een discussie over welke wetten genieten voorkeur, welke wetten zijn belangrijker. Noem maar op, alle wetten zijn even belangrijk, maar natuurlijk moet je ook rekening houden met je timeline. Ja, je timeline. Dus zo zeg ik ook, zeg van dat deze wet 4-5 maanden terug op de agenda was. Ik dacht 3 maanden geleden op de agenda geplaatst is. En het is al in processing en er is een deadline en daar moet men rekening mee houden. Dus daarom wordt het ook met alle voorkeur behandeld. Dus daar heb ik er begrip voor. En die gokverslaving waarover die samenleving het heeft, ja. Heer Plein, is dat wetenschappelijk onderzocht?
Of wordt er gewoon dingen lukraak? Nou, er zijn onderzoekingen gedaan. Ik dacht dat ik ergens een rapport nog heb gezien. Ik heb nog mogen inkijken erin. Hoe men ziet dat de ontwikkeling, is weliswaar een negatieve ontwikkeling, in principe in processing wordt gebracht van het aantal gokhuizen die plotseling zo snel als paddenstoelen uit de grond verrezen. Dat is onderzocht en men heeft ook aangegeven dat het met een zekere snelheid is gebeurd en de gevolgen daarvan voor die samenleving. Vandaar dat ik heb gezegd van wanneer bij wijze van spreken 500 mensen hebben gespeeld, winnen er misschien maar een paar daaruit en de rest zit in een probleem. Want die hebben dat geld uitgegeven, maar hebben niets daartegenover teruggehaald. Ook een ander ding is dat van die laatste op social media is er een ontwikkeling gaande van een Wisham en dergelijke. Dat is ook niet goed te noemen. Begrijpt u, mensen beleggen hun gelden, mensen stoppen hun gelden erin met de hoop om iets te vinden. En je ziet plotseling dat mensen die verantwoordelijk zijn voor dat geld dat ze met de Noorderzon vertrokken zijn. Dat is niet goed. Is fout. Hoe je het draait of hoe je het keert, dat verdient toch wel een zekere mate van regulering.